Yo, hey, daar zijn we dan weer. Hey, ik kwam even uit de winkel hier. Want hey, ik moest snel even iets eten. Maar ik moet nog altijd iets eten. Ik moet even kijken naar mijn HP. Hey, 6 broodjes gekocht. Kijk eens aan. Dan vullen we die bar ook weer. Hey, ik ben letterlijk nu 5 minuten in game of zo. Maar zoals je kan zien, hebben we 5 uur geleden een berichtje ontvangen. Bel me zodra je in de stad bent. Het is dringend. En hey, in de vorige aflevering konden jullie zien dat we de bank gingen onderzoeken. Als je de video nu hebt gezien, klik dan nu even rechtsboven. Hey, ik moet naar daar wijzen. Hè? Ergens nu helemaal rechts van boven op het beeld moet je klikken. Daar kan je de video terugkijken. Alle andere delen staan ook hieronder in de beschrijving. Maar ja, daar gingen we dus de bank helemaal gek gaan onderzoeken. Dus ik denk dat nu de dag is aangekomen dat we de bank gaan overvallen. I don't know. Ik heb wel het bericht letterlijk 5 uur geleden gekregen. Dus ik weet niet of hij nog altijd in de stad is. We gaan hem zo meteen even bellen. Dan zien we wel. Maar je abonneert nou ook even, joh. We hebben letterlijk nu 19.658 abonnees. We moeten echt zo snel mogelijk naar die 20k. Dus hey, druk even op die rode knop. Want ja, die 20k is toch echt wel nodig. Laat ook even een like achter. En dan gaan we even bellen, denk ik. Nou, ik ben benieuwd wat hij te zeggen heeft, hoor. Goeiedag. Goeiedag. Eindelijk reactie, jongen. Ja, ik was echt in de stad vanmiddag. Maar zeg het eens, hoe is het? Het was dringend, blijkbaar. Nou, de avond is aangekomen. Jij gaat met ons het plan uitvoeren van de grote bank vanavond. Ja, we gaan de bank overvallen. Pak jou een vuurwapen en kom naar de locatie toe waar ik jou ga sturen. Om een vuurwapen pakken? Mag ik kiezen welke? Of, nou ja, maar hou maar bij het kleintje. Houd maar bij het kleintje, het komt goed. Jij stuurt de locatie? Zeker. Yo, ik kom die kant op, Ben. Yo. Nou, we moeten ons vuurwapen pakken en we gaan de bank overvallen. Let's go. Ah, dit wordt even een goede video. Beetje shooten bij de grote bank. Nou, ons vuurwapen gaan we gaan halen. Die hebben we in vorige stream bijgevuld. Oh shit, ik moet even geen agenten platrijden. Nee, in vorige stream hebben we namelijk nieuwe clips gekocht van onze wapens. We hebben nog een AK en nog een M19. Dus hey, die M19 nemen we er even bij. Hij zit wel in de kofferbak van echt mijn Citroën. Ah nee, 2,7k verliesboete. Nou, dan verdienen we straks nog gewoon terug als we die grote bank even overvallen. Hoeveel krijg je daarvoor? Echt 3 ton of zo, toch? Nee, maar mijn AK en mijn M19 zitten dus in de kofferbak van een van de gekke Citroën. Dus ik moet even naar een rustige garage rijden voor die eruit te halen. Ik weet niet of hier iemand staat. Er staat toch wel een auto hier. Ik weet niet of er iemand in zit. Nou, ik rij wel nog snel even door. We moeten echt nu niet geript worden van onze wapen. We krijgen ook een berichtje, een GPS-locatie. Waar mogen we heen komen? Even kijken. Aan de andere kant van het golfterrein. Kijk, hier was vroeger ons ganghuis en hier moeten we nu naartoe. Nou, ik ga snel even de wapen nemen. Ik denk dat ik ze wel genoeg kan vertrouwen, toch? Het is nu al de 3e of de 4e meeting met hun. Dus ik denk niet dat ze me zomaar gaan rippen of zo. Stel je voor, dat zal zo'n grote anticlimax zijn. Ik wil echt niet dat mijn wapen hier nu wordt afgenomen. Ja, hier heb je een marktgarage, dat weet ik. Nou, hopen op het beste, denk ik. Kijk, in de Citroën DS23 zit hij in. Oké, snel even doen, snel even doen. Elk kofferbakje open. Kofferbak zit op slot. Nee, open. En dan mijn M1911, die heb ik nodig. Go, rijtje op. Oh shit, ik hoor iemand eraan komen. Fuck. Maar ik hoor echt iemand. Yo, ik lach niet. Ik hoor iemand. Ja, die even wegzetten. Ja, let's go. Hoppa. Alright, nu hier weer instappen. En we zijn weg. Zetten we weer lampjes aan. Vallen we iets minder op. Want als je zo met je lampen gaat uitrijden, dan val je echt heel hard op. Hey, M1911, full clip erbij. Ja, we hebben wel geen extra clip. Maar ik hoop niet dat we zoveel gaan schieten. Het zal wel mooi zijn voor de video, maar om nog een hele extra clip leeg te schieten. Alright, 2,6 kilometer gaan we die kant op. Ik weet ook niet of het slim is om in de auto mijn holster al aan te doen. Stel je voor, ik word nu staan gehouden door politie. Voor omdat ik door rood rijd of zo. Ja, dan gaan ze me sowieso niet verjeren. Maar als ze mijn holster zien, dan wel. What the fuck is dit voor auto, man? Ik wist niet dat dit bestond. Een of andere gekke lege truck. Ah, 600 meter. Even snel kijken dat ik hier nu word aangereden op dit kruispunt. Oh shit, we moeten daar naar binnen. We moeten helemaal rondrijden of zo. Ja, je moet via het straatje hierboven. Ik heb ook geen fuel meer in mijn auto zitten. Dus dan moet ik zo meteen snel even tanken. Uit waar zitten ze? In het verste? Oh, ja, zeker. Ik denk niet dat iemand anders kan zijn dan hun. Oh, ze zijn weer met genoeg, joh. What the fuck, man? Yo! Goeiedag. Goeiedag. Het plan is om grote bank te doen op dit moment. En jouw de taak is om met ons de bank in te gaan. Jij gaat. We mogen mee naar binnen. Spelen, natuurlijk. Jij mag de bank binnen gaan en hackerstoestand zo gebruiken. Maar jij gaat met 3 anderen de bank in en vlucht op een Sanchez bij achterop iemand. Of zelfrijden. Zelfrijden, ik weet niet of dat een goed idee is. Klaarstaan en zo wanneer het nodig is. En meer informatie hoef ik je denk niet te geven. Ja, gezellig. En dan kan je bij mij achterop staan bij de Afrikat en dan gaan we naar de grote bank. Zo, we mogen mee op de Afrikat van achter. Ik weet niet hoe het met hostages zit. Waar is de Afrikat? Staat hier buiten? Oh ja, die zijn hier. Hoe zit dit met hostages en zo? Staat allemaal klaar. Oh, je hebt echt alles klaar zit gewoon. Hey, ik heb mijn andere pakje aangetrokken en van jou, mijn broek hangt niet meer los. Wij gaan even naar switchen naar een andere motor. Ja, ik denk dat het slimste is dat ik van achter op de motor reed, mijn man. Want ik kan dus van langs achter op een motor gewoon schieten op politie of op andere mensen. Maar letterlijk alles is al geregeld. Alle hostages, niet hackers toestellen, letterlijk gewoon alles. We gaan nu net op switchen naar een andere motor. Ik had jou al eerder een bericht gestuurd, maar jij reageerde niet. Ja, ik was vanmiddag niet echt in de stad. Opeens zag ik je berichtje nu. Maar ja, kijk. Ik doe ook mijn helm wel even af. Ik wil er gewoon echt normaal uitzien. Want ik weet nog altijd niet wat de regels rond rippen zijn. En of dat iemand mag verjeren en zo als die een helm op heeft. Zo, we kunnen weer verder. Bent hij nu zijn termiet en hackerstoestel uit zijn appartement is gehaald? Oh ja, nu gaat hij mij die shit geven. 1 hackerstoestel, inderdaad. En 10 termiet. Bro, die man is gek. Weet je dat 1 termiet gelijk staat aan de straf van 1 AK? Als ik hiermee word gepakt, maar ik word naar Azkaban gestuurd of zo. Maar ben je leven bij of zo? Weet je hoeveel die dingen zijn die je me hebt gegeven? Ja, genoeg hè. Bro, mijn eentje. Als je mijn eentje wordt gepakt, dit is de straf van 1 AK, maat. Ah, ik ben hype, man. Als je ook hype bent, laat zeker even een like achter hier beneden. Staan ze hier nu al klaar? Hoe zit dit? Hij gaat wel nog even tanken nu eerst. Ik dacht dat hij meer ging afzetten. Blijkbaar gaat hij nu gewoon tanken. Ik moet gewoon
snel nog even die holster testen zo meteen. Ik brand hekken open, dan kan je hekken, ja. Maar ik heb die 10 dingen ook op zak, hè? Geef mij maar 5 of zo. Het is echt dom om er zoveel mee te pakken, by the way. Want als je hiermee wordt gepakt, dan ga je 400 maanden naar dingen, hè? Toch wat te doen. Deze man fuckt er niet mee. Toch wat te doen, zegt hij. Okay. Right, ik doe even ook de holster aan. Iedereen van de groep komt er. Ketting, wacht. Ik moet even zorgen dat ik de juiste heb. Iedereen naar binnen lopen, snel. Go, go, go. Alright, let's go. Big bang, big bang. Mag zien moet deze deur dicht zijn. Ja, kijk, lekker, lekker, lekker. Dan kan die gewoon gedaan worden. Of toch meestal? Allemaal of hoeveel moet je er hebben? Nee, dat mag 5. Vanaf zij begint te branden, krijgt politie een melding. Hè? Dus een beetje opletten wat je allemaal doet. Ik hou ook mijn wapen vast, dat weet maar nooit. Alright, kijk eens aan, daar gaan we dan. Ja, ja, dikke vuur, jongen. Deurtje openmaken. Ze hebben ook allemaal hostages, maar ik weet niet exact wie dat er bij ons hoort en wie niet. Volgens mij kan het ook zijn dat ze falen, zeg maar. Je kan 3 keer falen, 3 keer kan niet falen. Oh ja, kijk, verlof. Zo, jij bent zwaar bewapend, hoor. Zeker. Ik blijf het altijd lijpen, jongen. Ja, 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 die werkt. Moet ik deze ook al openbranden of hoe zit het? Ja, openbranden, doe maar. Ja, kom maar. Gebruik, kijk eens aan, planting. Gaan we even termietje op de deur hangen, kijk eens aan. Oh, volgens mij staat het echt al vol politie buiten, jongen. Helemaal DSI waarschijnlijk. Beter werkt hij gewoon van de eerste keer. We hebben er echt wel meer dan genoeg meegebracht. Nou, dan kunnen we door naar beneden richting die kluis. Ja, hier mag ik gaan hacken. Uit, kijk eens aan, hier is de kluis. Ik moest even reloggen. Ja, dat was een beetje gezeik en zo. Maar kijk, deze moeten we dus open krijgen door dit slot te hacken. Daarvoor hebben hackers toestel dus bla bla bla. Hey, let's go, man. Aan het hacken. Gaan we dit even doen, toch? Dit kan niet zo moeilijk zijn. Je moet een of andere gekke puzzel maken. We zitten op een of andere gekke computer. My computer moeten we gaan, denk ik. Local disk, network, external. Oh ja, kijk. En dan moeten we brute force doen, denk ik. Ja, en dan moet je nu de rode lettertjes maken. Je moet klikken. P-A-S-S-W-O-R-D. Password. Successful acquired the password. Press any key to continue. Hey, let's go. Nou, nu gaat die deur normaal gezien open gaan. Het tijdslot is geactiveerd. Wacht, IB 300 seconden voordat de deur open gaat. Hey, collega. 300 seconden en we gaan rijk worden, jongen. Hey, let's go, let's go. Normaal gezien hebben de collega's boven de onderhandelingen zelf al afgerond met de politie. Hoe zit het hier met de onderhandelingen? Zijn die allemaal al gelukt, boven? Alles is, staat klaar. Nou, gezellig. Hey, maar dus alle onderhandelingen boven zijn gegaan. Politie is even langsgekomen bij onze hostages. Ja, gewoon vrij doorgaan en zo. Niet echt iets heel speciaal. Maar dan kunnen we zo meteen geld gaan graaien, toch? Hey, ik ben wel even benieuwd voor wat we die bank hier net moeten doen. Want hier lag dus blijkbaar iemand die... Ja, ik ga het gewoon vragen. Voor wat moesten we die bank eigenlijk doen, hè? Want je had gezegd dat er iets in ging liggen, maar... Eerste karretje wat jij straks gaat pakken, zit een grote bom. Dat is de belangrijkste middel die we moeten hebben voor dit wasbedrijf wat we hierna gaan overvallen. Een grote bom. In het eerste kaartje zit dus een bom die we nodig hebben voor het witwasbedrijf te overvallen. Dat wist ik oprecht niet. Ik weet niet of het echt is of dat hij nu gewoon aan het lachen is. Of dat ik ga moeten doen dat er een bom ligt. I don't know. 300 seconden, dat zijn die alweer. 5 minuten of zo, 300 seconden. Langer, 7 minuten of zo, toch? Hey Siri, hoeveel minuten is 300 seconden? Oh, blijkbaar is 300 seconden exact gelijk aan 5 minuten. Hey, gezellig. Let op dat hier wordt geplet tussen die deuren, man. Maar ik ga snel nog wel even boven kijken. Alhoewel, 5 minuten. Die deur gaat echt elk moment opengaan. Ja, daar is niet zo heel veel speciaal aan de hand. Oh, daar is de deur. Kijk eens aan. Oh, de geur van geld. Het eerste karretje moet een bom liggen. Nou, we gaan even graaien. Moet ik hier graaien of waar is het? Zweven even in de lucht. Hey, dit is rijk worden, mensen. Even een beetje geld pakken. Kiekons even gaan. Zo, dit verdient goed. Ik weet totaal niet hoeveel dat er exact uit de bank komt. Ik dacht 300.000, heb ik volgens mij daar juist ook al gezegd. Maar ik heb geen idee exact hoeveel. En waar is die bom nu dat hij over aan het spreken was? Nou, ik heb wel gewoon even een tonnetje verzameld. Hier kunnen we ook nog een trolletje leegrapen. En daar is hij natuurlijk ook aan het leegrapen. Hé, hey, dit gaat wel goed hoor, jongens. Dit kan ik de hele dag doen. Een beetje geld rapen. Heb je de bom al, jongen? Nee. Niet dat ik weet. Alright, zijn we ready? Ja, ik had er ooit iets over zien voorbij komen dat je effectief van een bom kan vinden. Maar ik weet niet hoe het exact is. Alles is 321k, heb ik. Nou, hij heeft ook ongeveer 300k, denk ik. Want hij heeft evenveel geraapt als mij. Hij wieltreffend met mij mee. Kijk, dan neem ik deze kerel even mee. Zo, dan krijgen we echt 6 ton of zo van de grote bank. Dat is mooi verdiend. Deze man heeft gewoon een zwaard meegebracht. Volgens mij ben ik nu wel anders beginnen praten. Want iedereen kent natuurlijk mijn stem. Ik wil ook geen signalering krijgen, toch? Ik ga gewoon niks zeggen tegen die agenten. Ik moet daar bij die man met die gekken overal mee op de motor gaan. Dat mag ik ook niet vergeten. En dan hoop ik dat het goed gaat. We gaan escapen. Iedereen zit op de motors, jongens, buiten. Ik ga gewoon niks zeggen. Ik wil niks zeggen in game. Groen licht in 5, 4, 3, 2. 1. Let's go. Mogen we naar buiten? Oh, zo, het valt echt nog mee. Oh, er zijn allemaal motors klaar daar. C om te laten gaan. En dan mogen we hier achterop, denk ik. Ja, ja, kijk eens aan. Hey, dan mogen we vertrekken. Zo, het zijn allemaal DSI'ers. Kijk hoeveel mensen er zijn, jongen. Oh, nee, nee, ik wil niet geblokt worden hier. Ik rijd trouwens niet. Ik zit gewoon achterop. Bro, ze zijn met Conoveel. Ik weet niet of we dit gaan halen, hoor, man. 12 motors achter ons. 1, 2, 3. Oh, we hebben wel het minste deel achter ons aan zitten. Maar dan nog, ze gaan er wel voor. Volgens mij heeft die mensen klaarstaan. Die gewoon komen minen of zo nu. Ik kan natuurlijk ook nog altijd schieten als het nodig zou zijn. Trouwens, dit is ook helemaal niet slim. Wij zitten maar al het geld op één motor. Wij worden achtervolgd door 2 dirtbikes, 1 Afrikat en nog een ander recherchevoertuig of zo. Stel je voor, we worden gepakt. Dat zou niet de beste zijn, hoor. Yo, die sirenes zijn luid. Ik weet niet of dat op mijn opname ook zo is, maar hier zijn ze echt verschrikkelijk luid in mijn oren. Er is nog een andere motor gekoppeld ook. Ja, het is hun groep. Ik weet niet wat hun van plan zijn. Beter hebben ze een of andere gekke route. Hij zegt iedereen ready in Porto en nu graag Porto stoten. Dus volgens mij hebben ze 1 gek plan. Jongen, ik hoop zo dat er wordt gemaaid of zo. Daar juist op die meeting waren er toch zoveel boys die daar stonden. En hij zei
rest is letterlijk voor backup. Dus dan mag zijn backup nu wel gaan komen, maat. Hey bro, waar blijft je backup, man? Je hebt zoveel mensen. Een bepaalde tijd mag je pas de 8 van beneden. Gezellig, en wat is die tijd? 5 minuten. Oh, als er nu auto van recht komt, zijn we dood, man. Hij moet iets rustiger rijden. Ook al moet ik zelf niks doen, het is echt niet goed voor mijn hart of zo, maat. Ik denk dat we wel geluk hebben met het aantal voertuigen dat bij ons is gekoppeld. Want die andere gaat er zoveel meer, jongen. Je moet even zien hoeveel mensen er bij die bank opeens achter ons aankwamen, jongen. Dat is gek. Nou, ik hoop dat die 5 minuten bijna om zijn. Dat we hier een beetje actie kunnen ondernemen. Ik wil ook even schieten, eigenlijk, maar ik mag nu nog niet, denk ik. Volgens mij gaan we nu ergens naartoe. Hij zegt, ik ben onderweg. De Porto stilt. Ja, dit moet belangrijk zijn. Ik ben met 1 dirtbike heel close. Stel je voor, we worden nu aangereden. Volgens mij gaan ze hier in een of andere gekke blokding doen. Jazeker. Kijk eens aan. Oh nee, er is eentje doorgeraakt. Oh nee, oh, hij is finaal aangereden. Oh, er zit nog een DSI achter ons. En nog een andere motor ook, ze kennen deze. Wow, yo, die ene agent is finaal aangereden, maat. Free hem. Ik heb even zin om zo een beetje pa te doen. Nou, ik hoop dat je nog een backup plan hebt, want er zit nog altijd 2 achter ons. De eerste helft is safe. Ik denk dat ze straks gaan schieten. Hij heeft het over plan B, C, I don't know. We moeten gewoon zorgen dat wij eerst schieten en niet de politie is die eerst schiet op ons. Want anders zijn we wel echt aardig bedoeld. Oeh, dit is echt gevaarlijk, maat. Bijna gestemd. Ja, hou op met de police. Nou, hij zegt, ik ben onderweg, er staat ook een waypoint. Ik weet niet hoe lang dit er al staat. Ik ben onderweg, 100 meter. Nog 100 meter? Nou, dan gaan we toch wel hier nog eens zo'n gek steegje doen, denk ik. Uit, ik ben benieuwd, er zitten 2 motors achter ons. Auto's hebben een andere route genomen. Ja, nu gaat hij weer blokken. Hoppa, naar voor. Jazeker! Zijn dat ze allemaal? Wow, heeft hij het gedaan? Zijn ze nu allemaal weg? Jongen, rijden. Maak het dat we weg zijn. Kijk, daar staan er allemaal politie en zo. Oh, mensen, doet hij even. Zo, dat was wel netjes hoor, maat. Of wat de fuck was dat, DSI? Ik denk dat DSI ons gewoon letterlijk compleet voorbij is gereden. Hi, chill. Er komen allemaal auto's opgereden, maar ik weet niet of die van de politie zijn of van ons. Oh, daar rijdt ook Afrikaans. Is dat politie? Ik zie het helemaal niet goed. Oh, dit zijn gewoon mensen van hun. Hi, chill. Lekker gedaan. Lekker, boys. Ik denk dat we free zijn. Dit is het toch gewoon. Ze weten niet meer dat we in deze BMW zitten. Even grote banken pomp. Iedereen is safe. Oh, dit is nice dat iedereen safe is. Dat gewoon niemand is gepakt. Heb je gezien hoeveel mensen er achter ons kwamen? Allright, we gaan even snel een outfitje inzoen. Ik heb echt niks deftig in mijn kledingkast. Nou, ga ik speciaal voor jou weer eens een helemaal afgezakte broek aan doen. Nou, ik doe deze wel, jongen. Deze is gewoon casual. Wel gewoon een afgezakte broek. Ik heb alleen maar van die afgezakte broeken staan. Ah, nu naar Eclipse garage, gaan we daar even mijn wapen wegleggen. Dan moet ik nu niet bij een garage gaan lopen zwaaien met een wapen, dus misschien wel slim. Nou, kijk eens aan ons mooi appartementje. Zo, hier ben ik echt lang niet geweest. Oké, ik moet hier het geld deponeren en mijn wapen. Nou, helaas hebben we niet kunnen schieten, dus dat we volgende keer zijn. €321.752. Die termiet leg ik hier ook allemaal in. De hackers toestel, weet je, moet ik allemaal niet op zak hebben. Kijk eens aan, mooi. Oh, ik heb ook echt een bom. Ik had het niet eens door. Ik heb echt een bom. Jongen, ik had het niet eens door. Dit zit de hele tijd in mijn inventory. Ik heb echt iets wat bom heet. Nou, blijkbaar had ik hem dan dus wel. Ja, dit zal wel zijn wat hij bedoelde, toch? Dit had ik zeker en vast woorden over, van niet in mijn dingen zitten. Ja, ik leg deze hier ook wel snel even. Ik weet niet wat hiermee kan. Sla object op bom. Kijk eens aan. Min 1 bom. Nou, volgens mij gaan we nu nog een andere bespreking doen of zo. Ja, ik ben wel even benieuwd naar die bom, hoe dat juist werkt. We zijn toch wel echt onderweg naar de locatie waar ik met mijn RS6 naartoe ben gereden. Dus volgens mij gaan we nu nog dus een of andere nabespreking doen. Zoals ik net al zei. Maar ik moet het ze nog vertellen van de bom. Volgens mij gaan ze niet zo blij zijn. Yo, ik had de bom toch wel, man. Joke's on you. Zo, daar staat een mooie blauwe auto, man. Kijk ze hier allemaal even staan. Zo, waren deze mensen allemaal betrokken bij de overval? Dat is wel gek. Ja, over die bom gesproken. Ik heb ze toch wel. Ik had ze daar juist in mijn zakken zien zitten. Ja. Goed, dat is goed nieuws. Iets waar we jou nog op gaan aanspreken, maar goed. Nee, ja, dat was per ongeluk. Ja, ik zag ze er net ook maar. Alles is veilig. Door middel van dit kunnen we nu plannen gaan maken om het volgende grote overval te plannen bij de Diamond Casino en het Witwasbedrijf. De Diamond Casino en het Witwasbedrijf. Ja, daarbij denk ik dat we hierbij het deze avond afsluiten met jou. En dan hoor je nog van ons. Nou, de groet allemaal. Yo. Yo. Ik hoor hem ook nog zeggen, hij heeft nog steeds de riem niet. Ik wist wel dat er nog een opmerking gekomen. Bro, wat zei je over een Diamond Casino heist overvallen? Kan dat überhaupt? Ik heb ooit eens gehoord dat er zoiets in game gekomen, maar ik heb het nog nooit gezien. Misschien heb je daarvoor die bom nodig. Ja, dat zou wel heel goed kunnen. En dan het witwasbedrijf ook overvallen. Of misschien is het witwasbedrijf wel gewoon de casino. Maar als je meeste casinos toch wel witwasbedrijven zijn. Ik denk dat ik nu een beetje ingeburgerd ben in de groep. Of hoe dat je dat ook moet noemen. Hey mensen, ik ben heel benieuwd voor volgende week. Ik weet niet of we dan al die gekke casino gaan overvallen. Maar alleszins weet ik wel dat jullie moeten abonneren. Want die 20k, die moeten we aantikken. En nog een beetje snel ook. Ik geef echt letterlijk elke video een andere shoutout. Vorige week was het naar mijn TikTok of zo. Hey, vandaag doen we naar mijn Discord. Als je mijn Discord even nog niet bent gejoind, linkje hieronder in de beschrijving. Als je een vraag hebt, reageer ik daar meestal gewoon altijd. Ja, dat is. Hey, bedankt voor het kijken. Laat nog een like achter en abonneer natuurlijk. En dan zie ik jullie allemaal woensdag om 11 uur terug bij een gloednieuwe video. Maar hoogstwaarschijnlijk gaan we dat dus wel nog eens live of zo. Dus ja, daarvoor moet het belletje aan zitten natuurlijk. Hey, bedankt voor het kijken en de groeten mensen. Ciao, ciao. Hi. With me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right?